Good morning mensen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben altijd je wakker. Ik was vanochtend vroeg opgestaan om 9 uur. Toen heb ik heel even ontbijt voor Dwayne en mij gemaakt, want Dwayne is vandaag ook vrij. Toen heb ik een beetje administratie gedaan en gedoucht inmiddels, make-up gedaan en een pet opgezet, want ik ga zo meteen de deur uit. Allereerst ga ik zo direct naar het Grofvel. Ik moet namelijk een heleboel dozen wegbrengen en dat wil ik echt vandaag gedaan hebben, want het huis staat helemaal vol met spullen. Met dozen waar spullen in zat voor de baby. Dus voor de babykamer, meubels en zo. En dan heb ik ook nog op mijn to-do-list staan om babywasjes te draaien. Want ik ben bijna 35 weken zwanger. En ja, je weet nooit of de baby eerder komt of later. Maar ik ben liever gewoon goed voorbereid dat als ze komt, dat alle haar wasjes zijn gedraaid. Dus dat ga ik zo direct ook doen. We moeten de babybox nog in elkaar zetten. Die is ook binnengekomen. Ik weet niet of we dat vandaag redden, maar anders dan komt dat in de volgende vlog. En voor de rest wil ik ook nog de commode gaan indelen van haar slaapkamertje. Dus dat is wat ik zo direct ga doen. Ik ga eerst heel even wat eten, want ik heb inmiddels weer trek. En dan ga ik mezelf bij elkaar rapen om dit weg te brengen. Want er ligt echt een shitload aan dozen. Dus dat ga ik zo meteen allemaal in de bus laden en dan is dat ook weer opgeruimd. En dit is trouwens de box. Of tenminste de box die nog niet is gemonteerd. Maar we hadden niet verwacht dat die kleur hetzelfde zou zijn als de vloer. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want dan komt het echt... tenminste hij komt in de woonkamer te staan. Dus dan is het echt één geheel. En deze box die is van het merk Stapelgoed. En die heb ik besteld bij Kinderbeddenstore voor degene die het willen weten. En hij komt er zo uit te zien. Het is ja een beetje een soort van ja, huisje. En daar kan je dan de baby in doen. En op een gegeven moment als de baby groter is, kan je dit er ook uithalen. En dan is het dus een speelgoedhuisje. En je kan er ook een gordijntje overheen doen. Die kan je ook los bestellen. Dus ik ben heel erg blij hiermee. Maar die moet dus nog gemonteerd worden. Ik heb trouwens een nieuwe verslaving voor op brood. Dit is orange en ginger marmelade. Dit at mijn opa vroeger altijd op pindakaas. En sinds kort heb ik dat weer herontdekt. En dat ga ik nu dus ook voor mezelf klaarmaken. Want ik vind het echt zo lekker. Die combinatie van het hartige van de pindakaas en dan dit erbovenop is echt top. Dat moet je echt een keer proberen als je, net als ik, houdt van die combinatie zoet en zout. En intussen ben ik ook voor Dwayne even een eitje aan het bakken. Want meneertje, die is daar druk bezig met de box. Zien dat Ben en ik bezig waren met het in elkaar zetten van de box. Het ging op zich wel snel, dus dat had een hele handige handleiding bij. Dus dat was echt prima te doen. Het enige waar we nu een beetje tegenaan hikken is dat hij best wel groot is. Ik had hem wel opgemeten en dat zou op zich prima moeten gaan. Maar nu ik hem zeg maar zo in elkaar zie, denk ik van ja, is het wel handig om die in de woonkamer neer te zetten. Want hij is echt gigantisch. En in de woonkamer hebben wij gewoon niet zo heel erg veel ruimte meer over. Dus dat is iets waar we nog heel eventjes over na gaan denken. Ik ga jullie zo meteen ook het resultaat laten zien. Misschien dat jullie nog tips of ideeën hebben voor de box. Of misschien dat we de box toch naar de zolder moeten brengen. En dat we dan beneden helemaal geen box doen. Maar het leek mij gewoon wel handig om in ieder geval iets te hebben waar we de baby in kunnen zetten. Als ik aan het koken ben of aan het schoonmaken ben. Dat zij daar lekker in kan slapen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog een babynest of een ander soort wiegje wat je kan neerzetten in de woonkamer. Wat veel minder ruimte in beslag neemt dan zo'n box. Dus dat is nog even iets wat ik ga bedenken straks.
Maar nu zit ik in de babykamer, want ik ben net bezig geweest met de indeling van de commode. En ik heb een nieuwe bestelling binnen van 2 webshops. Die ga ik je ook gelijk even laten zien. Want dat zijn hele schattige schoentjes. Kijk, ik heb hier, even kijken, 2 paar schoentjes van de webshop Mokkies. Die heb ik zelf besteld, dus dit is niet gesponsord. Die heb ik trouwens ook zelf besteld. En dat is een webshop die ik al een tijdje volg op Instagram. En ik zag dat ze heel veel leuke, schattige kleine schoentjes hadden. En toen had ik deze gescoord in een nude kleur. En dit is een maatje XS, dus dit is de kleinste maat die zij verkopen. Dus ik heb geen idee wanneer ze die aan kan, maar ik dacht ik bestel ze gewoon en dan zien we dat vanzelf. Het heeft een zachte zool. Dit is trouwens hoe je Mokkie schrijft. En deze dus ook. Ik vind ze echt mega cute. Vooral deze met die spikkeltjes erop is echt zo schattig. En daar kan je trouwens ook zwarte vetertjes in doen. Die heb ik er ook bij gekregen. Dus mocht ik willen afwisselen, dan kan ik deze daarbij doen. Dus die heb ik van die webshop. En dan heb ik ook van die speenkoorden. Die zijn ook van Mokkies. Die past dan bij haar schoentjes. Ik weet niet of ik dat vaak ga gebruiken. Want ik zie mijn zus eigenlijk ook nooit met speenkoorden. Maar ik vind het wel een leuk detail. En dan had ik deze voor bij deze besteld. Een luipaardprintje. En dit is van de webshop. Hoe heet het nou ook weer? Oh ja, Donsje Amsterdam. En die maken ze ook zelf. Dus deze zijn handgemaakt, maar deze zijn ook handgemaakt. En deze zijn echt van een heel apart stofje, leer. En aan de binnenkant heb je dan ook zo'n warme voering. Ik weet niet of het te warm gaat zijn dat wanneer de baby dit past, dat die voering erin zit. Maar op zich denk ik dat het geen kwaad kan. Lekkere warme voetjes. En ook deze onderkant is lekker zacht. En aan de zijkant heb je van die mooie details. En een vetertje erin. En deze vond ik ook heel erg cute. Want die heeft van die glittertjes erop zitten. Een heel apart materiaal. Dus die heb ik ook binnengekregen deze afgelopen week. En dan ga ik jullie ook gelijk even laten zien hoe de indeling nu is van de commode. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik ga zo meteen verder. Maar dit is in ieder geval hoe we het nu hebben gedaan. Ik weet niet of het praktisch is. Daar zou ik waarschijnlijk op den duur wel in gaan schuiven. Maar sowieso leek het me heel belangrijk om boven in de bovenste la de luiers te hebben. Dan heb ik hier alle cremetjes, huidolie. Nou, ik moet nog heel veel dingetjes halen voor de baby. Maar dit zijn in ieder geval de essentials die we sowieso nodig zullen hebben. Dus Bepanthen, nou, Zwitser voor het gevoelige huidje. Heb ik hier babydoekjes. 2 verschillende. Deze is voor dit is sensitive en dit is de normale. Heb ik hier nog een Difrax flesje, die had ik gekregen. En die zou ik natuurlijk wel nodig hebben als ik ga kolven. Nou, hier een nagelschaartje, knippertjes, vuiltje en hieronder nog wat andere body lotion dingetjes. En dan heb ik hierachter nog een super schattig knuffeltje neergelegd. En deze bakjes die zijn trouwens van IKEA, voor degene die dat willen weten. Nou, dan is dat la links. En dan heb ik hier in de volgende la mutjes. Nou, heel veel mutjes die zitten nog in de was, dus die ga ik later nog even aanvullen. En dan heb ik hierachter van die hoesjes voor dit ding. En hier nog allemaal mondspuugdoekjes. Van die tippies voor de oortjes om het schoon te maken. Nou, hier thermometers, 2. Dit is echt super handig. Dit is zo'n speenthermometer. Dus die stop je gewoon in de mond. En dan meet hij hoeveel graden ze is. En voor de rest heb ik hier nog wat speentjes. Ook weer een speen met een speenkoord. En nog wat sokjes. Die moet ik ook nog bijvullen, want ik heb er nu echt maar een paar gewassen. De rest die zitten nog te drogen. En hieronder dacht ik om haar meest leuke kledingstukjes neer te leggen. Ik heb hier ook weer van die bakjes in van IKEA. En hier ook weer een reservelading van luiers. En hier nog wat hydrofiele doeken. Hele grote zijn dat. Een dekentje. En dan komen hier al haar pyjamaatjes. Dus dit zijn al 2 pyjamaatjes. En dan dacht ik hier dus gewoon haar favoriete outfitjes in kleine maatjes. Die ze sowieso de eerste paar weekjes kan dragen. Dan heb ik hier, even kijken, hoe heb ik het ook weer ingedeeld. Oh ja, hier de rompertjes. Dit zijn nog niet alle rompertjes. Ik ga er straks nog veel meer tussen proppen als dat lukt. En dan heb ik hier de truitjes. Die komen dan hier zo te liggen. En hier de broekjes. En dan heb ik hier nog een truitje.
Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik dat ga indelen. Nou, hier nog wat reserve hydrofiele doeken. En hier ook nog wat nagelschaartjes en dingetjes die ik nog moet uitzoeken. Dus dat is de tweede la. In de derde la heb ik eigenlijk alleen maar voorraaddingetjes. Zoals deze navuldingen voor de luieremmer. Hier heb ik een kruik met een kruikhoes. Die moet ik nog even wassen. Hier nog een kruik. En hier nog wat billendoekjes, reserve. En dan heb ik hier nog een hoeslaken en een reserve kussentje. En een badjassen die ze pas later aankomen. Dit is voor 1 jaar ongeveer. En mijn zus die gaf als tip om deze luieremmer te halen. Let trouwens niet op de rommel hierachter, want dit moet ik nog uitzoeken. Maar dit is dus een luieremmer die je... Oh, wacht even. Kijk, dit is de Tommy Tippy. En dit is dus een luieremmer die heel erg handig is in gebruik. Want als je je luier erin doet, dan draai je dit ding dus om. En dan wordt het een soort van worstjes. Dus alle luiers die worden apart in een worstje geknepen als het ware. Dus dan heb je ieder luiertje apart in een zakje zitten. Dus dan heb je straks een hele reeks aan luiertjes. Maar die zitten dan allemaal in hun eigen zakje, waardoor het niet gaat stinken. Dus dat is wel echt heel erg handig. Dat kreeg ik dus als tip van mijn zus. Dus die heb ik ook maar gelijk besteld. En daar zijn dus die navullingen voor die hier liggen. Dus daar heb ik nu ook voorlopig wel genoeg van. Dus dat is de indeling van onze commode. Zo, ik heb de bus weer volgeladen hoor. Op naar het grofvuil. Alright, ik ben net bij het grofvuil geweest. Dus dat zit er ook weer op. Alle dozen en shit zo heb ik weggebracht. En nu rijd ik naar de snelweg. Naar de McDonald's. Ga ik even een frappuccino halen. En dan weer terug naar huis. En het neefje van Dwayne die is ook bij ons thuis. Dus die wilde ook een McChicken menu, geloof ik. En Dwayne ook. Dus dan ga ik gelijk maar warm eten halen. Eigenlijk wilde ik vanavond noedels met zalm maken. Maar I don't think that we are still hungry at that moment. So it will probably be the fries from McDonald's today. Slecht. Nou, ik ben weer thuis. De boys hebben lekker McDonald's gegeten. Dus Jurjen trouwens. Jurjen, stel jezelf even voor. Stel jezelf even voor. Je bent nooit geweest in mijn vlogs. Ik ben nooit in je vlogs geweest, dat klopt inderdaad. Neefje van Dwayne. Neefje van Dwayne. Trainer, coach. Gewoon ergens in de buurt. Ik maak muziek, zoals je hoort. Ja, dus even zijn tunes aan het laten horen aan ons. Klinkt goed hoor. Dankjewel. Toch, Dwayne? Ik ga nu even eentje sturen. Andere level, die spelen. Die spelen sowieso. Hou hem in de gaten. Hij gaat doorbreken, sowieso. En dit is dus trouwens de babybox die we hebben gemonteerd in de middag. En zoals ik jullie al zei, ja, twijfelen wij gewoon heel erg of we hem hier moeten laten staan of dat ik hem weer weg doe. Want het is een heel leuk ding. Echt super leuk. Ook vooral omdat je dit later eruit kan halen. Dan heb je echt gewoon zo'n gezellig speelhuisje voor je kind. Maar hij is gewoon zo kolossaal hier in de woonkamer. En ik had net ook geprobeerd om hem hier neer te zetten. Maar ook daar vind ik hem te groot. En dan moet je echt met een bocht eromheen lopen om naar de keuken te gaan. En hier vind ik weer dat dat allemaal wegvalt. Dus dan hebben we daar een mooie koelkast, een mooie stellingkast. En dan bam, heb je ineens hier zo'n huisje. Dus heel erg aan twijfelen. Laat eventjes weten in de comments wat jullie vinden. Want misschien is het wel mooi met het gordijntje erover. Want je hebt zeg maar zo'n tentdoek die je eroverheen kan doen. Zodat je in ieder geval aan de zijkanten die spaken niet meer hebt. Of hoe je dat ook noemt, die dingetjes. Maar voor de rest, ja, de kleur vind ik mooi. Alles is er mooi aan, behalve dat hij gewoon dus te groot is voor onze woonkamer. Dus ja, ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Maar ik vind in ieder geval dit huisje toch denk ik wel een no-go. In ieder geval hier beneden. Misschien dat we hem alsnog naar zolder kunnen doen. En anders dan gaat hij gewoon op marktplaats. Want terugsturen, dat gaat niet meer omdat hij al in elkaar is gezet. Dus dat ja, is echt een twijfelgeval. De boys die zijn inmiddels weer weg. Dwayne die is naar de kapper en Jurjen die is naar huis. En ik ben net bezig geweest met de babywasjes. En dit vind ik echt zo leuk om te doen. Ik word hier gewoon echt intens gelukkig van als ik die kleertjes ophang en alles een beetje zo voor me zie wat ik heb. Want nu is dus eigenlijk alles gewassen. Alles wat nog in de was moest is nu gedaan. En ik dacht ik ga jullie ook gelijk even laten zien wat mijn favoriete items zijn. Die ik echt heel cute vind. Die heb ik gelijk even bovenop gelegd.
allereerst dit truitje. Deze is van de River Island. Die vind ik super cute. Misschien dat ik die zelfs meeneem naar het ziekenhuis. Maar dan moet ik nog heel eventjes kijken. Deze die had ik van mijn moeder gekregen. Staat op I'm a cutie. Dit is een pyjamaatje, zo'n onesie. Met van die spikkels erop. Ik vind die zo leuk. Echt een heel leuk lettertype ook aan de voorkant. En deze is ook een favoriet. Dit is zo'n heel klein... Ja, je ziet het bijna niet. Zo wel, denk ik. Ja, er zit ook echt een leuke wassing in. Een heel klein pakje van jeansstof. En deze is van Noppies. En deze vind ik ook heel erg leuk. Die is van de River Island. Die heeft Janae, mijn nichtje, ook. Dus ik zei tegen mijn zus, die moeten we echt een keer aantrekken tegelijk. Dat we foto's van ze kunnen maken hierin. Want die is ook echt zo leuk. Zo'n jurkje. Of eigenlijk tuniekje. Dus dat zijn mijn favorites. Voor de rest heb ik hier nog wat washandjes die nog bijna droog zijn. Rompertjes en heel veel pyjamaatjes hier. Die ik ook allemaal heb gewassen. En die dus ook in de kast kunnen opgeruimd kunnen worden. En deze heb ik van de week gekocht. Als extra mutsje. Omdat ze ja natuurlijk in februari waarschijnlijk geboren wordt. Maar het kan ook eerder. Dus dan is het waarschijnlijk nog heel koud. Dus ik heb deze dan mee voor het... Tenminste, die ga ik in mijn koffer doen, denk ik. Voor het ziekenhuis. Dus dat. En allemaal sokjes hier. De helft is al afgevallen, zie ik. Het is wel echt een struggle. Ik weet niet of iemand tips heeft hoe je sokjes het beste kan laten drogen op je rek. En welke sokjes goed zijn die niet snel uitgaan. Want ik weet van mijn nichtje Janae dat zij echt hele goede sokjes heeft van de River Island. Maar ja, ik hoor ook heel veel verhalen over Noppie sokjes. Dat die niet zo snel afzakken, zeg maar. Want op een gegeven moment gaat die stretcher een beetje eruit. En dan moet je de hele tijd opnieuw die sokken aantrekken. Dus laat maar even weten of jullie nog een goed merk weten van sokjes die niet te snel uitgaan. Dus dat ga ik nu eventjes verder opruimen en dan ga ik lekker slapen, want ik ben moe. En de baby die zit lekker te bewegen in mijn buik. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ze is hier aan het trappen. Kom maar. Kom dan. Ik zie het wel en ik voel het ook. Oh. En ik kom net lekker onder de douche vandaan. Mijn make-up is er weer af. Pyjama aangetrokken. En ik ga zo meteen lekker slapen. Deze pyjama die is trouwens van Monica en Noor. Ze hebben hun eigen collectie met jogging suits. Echt hele lekkere pyjama's zoals deze. En ik denk dat ik deze ook in mijn vluchtkoffer ga stoppen. Zodat als ik ga bevallen dat ik gewoon zo'n chill pyjamaatje ook mee heb. Dus die is van hun collectie. En ik ga meteen de vlog afsluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En dan zien jullie mij heel snel weer terug in een nieuwe video. Doeg!